En Lucilla weet nog niet wat we gaan doen, hè? Nee. Hey Lucilla, jij hebt weer iets gekregen van Hatchimals. Weet je nog wat Hatchimals zijn? Ja. Wat zijn net ook alweer? Baby's. De eitjes, hè? De eitjes, daar zitten baby's. Daar zitten dieren in. Er zitten diertjes in, ja, heel goed. Je hebt drie dingetjes gekregen. En we gaan beginnen met het eerste dingetje. En dat is deze. Ga maar eens kijken wat erin zit. Mama weet het zelf ook nog niet. Oh, heel leuk. Volgens mij moet je hem hier openmaken. Een geel eitje. Maak hem maar eens open. En paars. Je hebt een paar hartjes op, hè? Waarover moet je wrijven? Over het hartje. Over het hartje, hè? Waar is het hartje dan? Hier. Daar is het hartje. Goed zo, hij wordt al lichter. Doe maar wrijven met je duim. Goed wrijven, dan wordt hij zacht. En dan wordt hij roze. Ja, dan wordt hij roze. Ja. Ik hou van roze. Ja. Is dat je lievelingskleur? Ja. Ook geel is mijn lievelingskleur. Ook geel. Net als het eitje. Ja. Mama, even helpen? Kijk, ik ga deze maken. Openmaken. Kijk, dit is het eitje. Dit is heel leuk. Ik heb nog nooit dit kleur eitje gezien. En dan moet je hier overheen wrijven, denk ik, neem ik aan. Zoals dat ook bij die andere gaat. Kaartje. Dan wordt hij lekker warm. Dan kan je hem induwen. Oh, oh, zo, kijk eens. Mag ik kijken? Oeh. Wat zit erin? Wie zit erin? Het vogeltje denkt nu dat jij de mama bent, hè? Ja. Ja. Laat eens kijken, mama. Oh, hij is heel schattig. Hij is echt superleuk. Kijk dan hoe leuk. Oh, met een roze snaveltje en paarse glittervleugeltjes. Deze is wel heel schattig, Sil. Hoe zullen we hem noemen? Vogeltje. Vogeltje, oh ja. Kijk, Sil. We hebben nog een pakketje. We hebben ook deze binnengekregen. Dit pakketje. Deze. En daar zitten denk ik ook twee eitjes in. In een bakje. Maar eens kijken. Dan deze mama even hier neerzetten. En dan dit even aan de kant. Zo. Deze niet openmaken. Ga maar even helpen. Wacht een beetje vast. En daar heb ik heel veel dieren. Heel veel dieren, ja. Dan heb je heel veel babytjes, hè. Dat is mijn echte mama. Zo. Even kijken. Oh, je hebt hier een clipje. Je kunt hem openmaken. Twee. Dat is een bakje met twee eitjes. Welke ga je eerst uitbroeden? Die? Ga maar proberen met je vinger. Lekker warm maken. Pas het beginnetje maken. En heel lief tegen het eitje praten. Babytje, kom maar naar buiten. Ik ben je mama. Gebeurt er al wat? Nee. Wordt hij al roze? Ja. Hij wordt al een beetje roze, hè. Kijk. Het is een beetje roze. Moet je eroverheen wrijven. En dit is wel even wat lastiger nog. Ik wil een bakje doen. Ja, doe die maar even in het bakje. En volgens mij voel ik al dat hij... Oh ja, ja, mama, ja. Mama, we gaan kijken. Kijk, oeh. Kijken. Ja, 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 ja. Pul ik hem maar uit. Piep, 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 piep. Zegt hij. Piep, 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 piep. Daar is mijn mama. Piep, piep. Oh, oh, die is schattig. Laat eens kijken, mama. Een vosje. Een vosje? Is dat vosje? Een vos. Wat is dit? Oh, dat is een... volgens mij is dit een... met zo'n staartje. Hoe noem je het ook alweer? Laat me even in de comments weten. Wat is dit? Een vos. Een das. Een das. Volgens mij is het een das.
Met zo'n stoot staartje. Ja, een das. Een das? Ja. Nou, we maken er een das van. Nou, dan heb je die er ook al bij. Nee, een das hoort bij Pieter Konijn. Ja, dat klopt. Een das is ook een Pieter Konijn. Oh, die moet lichten. Doe maar goed wrijven. Dat hij lekker warm wordt. Als hij lekker warm is, dan wil hij graag naar buiten. Nee, hij wordt roze. Ja, hij wordt een roze. Heel goed. Babytje, kom maar naar buiten. Babytje, kom naar buiten. Piep, 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 piep. Wil je even helpen? Je ziet weer, je hebt hem al goed roze gemaakt. Hij gaat deze heel donkere. En moet ik knijpen. En nog iets harder. Iets warmer maken. Kijk, hij wordt echt helemaal roze. Zie je dat? Oh, er is eentje. Die zit heel goed vast, Cecil. Oeh, ja, ja. Ja, laat maar kijken. Babytje, kom maar naar buiten. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Welke zit erin? Wie is het? Mama, waar ben je? Wauw. Oeh, wat is dat nou weer dan? Een zee. Iets van de zee? Wat is het voor een diertje, denk je? Een dolfijn. Een dolfijn? Laat eens kijken, mama. Oeh, die ziet er inderdaad ook wel heel mooi uit. Ik weet niet of dit een dolfijn is. Wat is dit, jongens? Jullie mogen het vertellen onder de video. Wat is dit voor een visje? Het is een vis of het is een dolfijn of een walrus of een... Dolfijn. Dolfijn? Nou, Lucilla vindt het een dolfijn. Oh, schattig hoor. Hou je van dolfijnen? Hey, en Lucilla, nu hebben we er nog eentje. Dan moet je niet schrikken hoor, want dit is een beetje een groot ei. Een heel groot ei. Kijk eens. Kijk eens. Dat is een groot ei. Wat zou daar nou in zitten? Mama, even helpen uitpakken. Mama, even helpen. Au. Ik heb mijn vinger gestoten bij die doos. Je hebt je vinger gestoten. Even een mesje openmaken. Zo. Daar ook nog even uit. Even kijken. Ja. Oh, heb je die eraf getrokken, maar volgens mij moet je daar nog wat mee doen. Deze even losmaken. Try me before. Je moet hier volgens mij aan trekken. En dat, ja, en dat lipje. Lukt dat? Mag mij even helpen? Ja. Ja. Oké. Okay. Maar even kijken of het pakken. Het is wel weer een heel bijzonder ei. De gebruiksaanwijzing staat dat je er doorheen kan kijken en dat hij naar boven en naar beneden open kan en aan de zijkant. Oh, dit is een soort huisje, Lucilla. Dit is het huisje, je moet hier doorheen kijken. Dan moet je één oog dicht doen. Kan je dat? Eén oog dicht en dan moet je er doorheen kijken. Zie je wat? Zie je wat of niet? Ja, wat zie je dan? Kijk hier. Zal ik ook even kijken? Oh, Lucilla. Oh, ik weet niet of jullie dit kunnen zien. We gaan het proberen, jongens, of jullie dit ook kunnen zien. Kijk, als je er doorheen kijkt, gaat hij scherp stellen. Je ziet daar, jullie kunnen het niet heel scherp zien, maar er zit daar een beestje. Mag ik kijken? Er zit daar een beestje in. Mag ik kijken? Een heel klein roze eekhoorntje is dat. Zie je dat? Hoe gaat het nou open? Flip down the flower. Wat is flip down the flower? Trekken? Ik durf het ook niet te hard te doen, want dan ben ik bang dat hij kapot gaat. En draaien, trekken. Hier. Hier kan ik heel iets openmaken, maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Knopje. Heb je hem open? Ja, die zit erin. Wat mooi. Nog
zo openmaken. Deze bloem moet naar boven. Flip down the flower. Flip down. Wat is flip down? Waarom ben ik... Wacht even. Oh, we hebben ook Nederlands? Oh, we hebben ook Nederlands. Mama, ik kan... Oh, wacht even. Wacht even, wacht even. Oh, kijk eens. Ze gaat helemaal vanzelf. Oh, schatje, wat mooi. Ik heb nou ook Nederlands gevonden, zie ik nu. Hou de speelset omhoog tegen het licht. Kijk door de lens. Ontdek de geheime beurtenis binnen. Klap het bloemenplaneel omlaag. Nou, hier zit een poppetje. Oh ja. En om te onthullen. De bloemendisco gaat automatisch omhoog. Ah, ik heb ook Nederlands gevonden, jongens. Sorry. Oh, wat schattig, Lucilla. Dit is echt super schattig. Dit is het huisje. Kijk, dit is een draaimolen. Ja, oh. Draaimolentje. Eens even beter kijken. Eens even kijken hoor. Oh. Bij de glijbaantje. Zie je dat glijbaantje? Er zit een oranje glijbaantje in. Hier zit een schommel. Een schommel? Ja. Oh ja. Wat schattig. Kunnen ze even op de schommel spelen? Ah. Oh. Zo. En daar is het glijbaantje. Dat is schattig. Hé, hey Lucilla, dit is een soort huisje voor je babytjes. Dit ja. Ze kunnen van de glijbaan, ze kunnen in de draaimolen en ze kunnen op de schommel. Het is een soort speeltuintje eigenlijk. Oh. Dit is leuk. Ja, vind je dit leuk? Hé, hey, wat zeg je dan tegen Hartjemas? Dankjewel. Dankjewel. Nou, ga je nog even lekker verder spelen? Zullen we wel even de video afsluiten? Ja. Wat zeg je dan op het einde van die video? Dank je wel.